Vanessa Boucha, wie vindt eigenlijk al die spelletjes uit die na elke testsessie in de Fun Cup gehouden worden? Wel, het is eigenlijk het resultaat van teamwerk. Iedere week houdt Chronos Events een teamvergadering waarop enkele spelletjes worden voorgesteld. En Mark van Dalen heeft al een paar heel interessante voorstellen gedaan, zoals het zaklopen dat we 2 jaar geleden in Dijon organiseerden, dat trouwens een paar kleine ongevalletjes opleverde. Maar nee, het is een gezamenlijke beslissing. Ik wil trouwens onze stagiair bedanken die deze keer dit mooie idee had. Een concertation entre tous. Et aujourd'hui, je peux remercier à notre stagiaire chez Chronos Events pour avoir sorti du lot ce jeu super sympa. Top! De Fun Cup, die moet fun blijven. Is dat de uitdaging, dat het niet te veel competitie wordt, dat het fun blijft? Ja, dat is een beetje moeilijk bij ons, want bij ons willen ze allemaal winnen. En daar wil ik ze ook voor bedanken natuurlijk, want de race is uiteraard ook belangrijk. Maar ja, we leggen er wel de nadruk op dat het fun moet blijven, met af en toe een leuk feestje. C'est toi. C'est même un carnage. C'est un carnage généralisé. Tevreden over de manier waarop dit is verlopen, deze samenstelling van de startgrid? Ik denk het wel. De sfeer zat erin. Mensen zijn me komen bedanken. We zijn dan ook heel tevreden. En een kleine scoop, wat wordt het de volgende keer? Ah nee, dat blijft een geheim.